Er zijn zo'n 10.000 mensen hier in dit stadion in Leeuwarden. Want ja, dat is altijd snel uitverkocht hier. Zo is er ook al sprake van erg veel drukte voor de Friese topper. Want binnenkort komt Heerenveen hier. En Heerenveen kreeg een portie van 400 kaarten. Nou, die 400 kaarten waren vrijdag in een mum van tijd weg. Dit is de ploeg van PSV die hier de klus moet klaren als koploper. En dat is Memphis Depay daar achterin. De scheidsrechter is Van Boekel die de laatste tijd veel waardering ondervindt. Omdat hij die wedstrijd zo lekker laat lopen. En dat is een instelling heeft die als oud voetballer duidelijk is. Laat de wedstrijd gaan zoals het kan gaan. En fluit niet al te veel. Naast hem, die lange, is Teelstra uit Sneek, de assistent. En Boonman is de kleinere. Zij staan klaar en komen hierop in Leeuwarden. En we krijgen dus ook de strijd van twee broers. Tegen elkaar, Narsing 1, Narsing 2. De oudste speelt bij Cambuur. De iets jongere speelt bij PSV. Entourage, altijd goed. Zeker nu dit Cambuur zo aardig draait. Vorig jaar na 18 speelronden 17 met 16 punten. En inmiddels 27 punten en 7 dit seizoen. Dat is dus een wereld van verschil. Dus kijkt Cambuur tevreden naar zo'n tegenstander zoals die hier is. En denkt van we hebben kansen. En bovendien zit Cambuur natuurlijk ook nog gewoon in de strijd om de beker. En speelt komende dinsdag tegen Pek Zwolle. En in de strijd zijn bij de beker, ja, dat kan PSV in ieder geval al niet meer zeggen. Daar hebben we Wijnaldum. En Ogbetje heeft zijn handschoen keurig uitgetrokken om een hand te kunnen geven die hier staat. We zien de opstelling ondertussen van Cambuur.